Door alle wegen heb je, als je afscheid neemt als raadslid, recht op de lijst eraf. Jij dus ook. Maar omdat je al met al 12 jaar raadslid bent geweest, hebben we nog iets voor jou. En dat is de mededeling dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd jou te noemen tot lid in de orde van de Oranje Nassau. Dankjewel. Wauw. Dank. Ja, dat voelt een beetje gek als je hier afscheid neemt van de raad. En je voelt tegelijkertijd al een paar maanden nu weer bezig bent met een nieuwe rol. En ik ben natuurlijk Zijne Majesteit heel dankbaar voor de waardering die hier uitspreekt. Ik realiseer me ook dat ik die alleen maar mag ontvangen omdat ik 12 jaar iets heb mogen doen. Een heel eervol ambt dat jullie nu allemaal mogen uitoefenen. En wat ik vooral ook ontzettend leuk vond om te doen. Volgens mij is het goed gebruikt dat als je raad verlaat en je mag hier nog iets zeggen, dat je dan nog even een steven voor dat je de schouw houdt. Nog even een paar goede tips aan de nieuwe raadsleden. De nieuwe raad moet even gecoacht worden. Laat het dan niet doen. Het zou een beetje aanmatigend zijn, hè, want ik blijf hier, dus we hebben om elkaar te maken. Jullie controleren mij zo meteen, dus dat moeten we doen. En ik heb ook al gemerkt de afgelopen weken dat ja, dat gaat wel heel goed volgens mij. Dat controleren we. Speech. En daar moet ik op zeggen.